Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er sprookjes voorgelezen voor het slapen gaan. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Vandaag word ik live bijgestaan door mijn goede kameraad Joost van Hifte. Die met een licht Zelzaats accent zal meepraten. Sorry. En we zitten altijd live in de Pomp in Hoven. Yeah! En de titel die we gekregen hebben is... Er was eens een nonkelpater die bloemist wilde worden. Ja. Hier gaan we dan. Er was eens een nonkelpater die bloemist wilde worden. Isidorius gaf al 20 jaar les op het Sint-Vicentius College van Eeklo. Hij gaf daar muziek en geschiedenis. Hij was gepassioneerd door muziek en geschiedenis. Want die twee hingen altijd aan elkaar vast. Je kon de geschiedenis niet bekijken zonder ook de muziek te kennen die er toen gespeeld werd. En hij stond bekend bij de studenten als Nonkel Pater. De Platte. Nonkel Pater de Platte. Dat was zijn bijnaam, omdat hij ooit, toen hij jong was, met zijn neus tegen een deur was gelopen en zijn neus heel plat stond. Vandaar zijn bijnaam Nonkel Pater de Platte. De Platte. De Platte gaf altijd met heel veel passie zijn muziekles. Tot op die fatale dag. Die dag dat hij voor de klas stond en plotseling besefte... Opnieuw, na 20 jaar, zal ik het volgende lied aanheffen. En dat lied ging als volgt. Tot 7 × 70 × vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 × 70 × de Heer heeft met mij ook geduld. En dat, beste mensen, heeft Nonkel Pater de Platte een burn-out bezorgd. Want hij besefte al die jaren dat hij dat liedje zong, dat hij nog nooit had uitgerekend hoeveel 7 × 70 juist was. 490, besefte hij. Oh. En zoveel keer had hij het al gezongen, hij was het liedje kots en kotsbeu. En hij lag in het klooster waar hij resideerde, op zijn patersbed, te twijfelen aan de zin van het leven. Het was een twijfelaar. Het bed. Het bed was het bed. Een twijfelaar, was net geen tweepersoonsbed. Net niet een bed en half, zoals wij dat noemen. Maar dankzij die burn-out, heeft hij maanden in de tuin gelaveerd van het patersklooster te Eeklo. En omdat broeder Tuin al een paar jaar dood was, begon hij in de tuin te werken. Het onkruid weelde tierig. Nee, het onkruid tierde weelderig. Hij had ook last van dyslexie. Dat kwam ook door zijn burn-out. Natuurlijk. Hoe kon het anders? En hij begon het onkruid te wieden en plantjes te bloemen. Eeklo ligt niet zo ver van Nederland, moet u weten. En wiet wordt daar enorm geapprecieerd. En op een dag had een mooie cannabis sativa geplant. En hij wist, met deze knopjes wil ik iets doen. Dit zal het einde betekenen van mijn burn-out. Dit zal mij erdoor brengen. Hij rolde een dikke joint en stak die in zijn mond. En stak die aan. Amai, zeg. Eeklo ligt niet zo ver van Zelzaten, moet u weten. En plots besefte hij dat het leven zoveel meer te bieden heeft als je stoned bent. Vandaar al deze moraal er al in. Het is een beetje vroeg voor het moraal, maar toch, op 4 minuten 25 wist Platte Pater Nonkel dat Eddie Wally zijn redding was van zijn burn-out. En zoals Eddie Wally chakossen verkocht, wist hij, ik moet ook iets verkopen. Ik moet bloemetjes verkopen. En niet zomaar bloemetjes. Ik ga op de markt staan met al deze cannabis sativa. Ik ga deze bloemetjes verkopen. Ik word niet zomaar een bloemist. Ik word de bloemist die mensen naar de hemel stuurt. De bloemist der bloemisten. De bloemist die iedereen blij en vrolijk maakt als je zijn bloemen rookt. En zo stond
pater, platte pater, op de markt elke dag. En hij zong liedjes. Zijn favoriet liedje was... Als bloemenplanter ben ik geboren. Als bloemenmaarter blijf ik bestaan. Maar toch zal mijn hart ook verloren. Aan een burn-out, mijn markt en mijn kraan. De moraal van dit verhaal. Als je diep zit, dan moet je smoren. Slaap lekker.